Even kijken. Doe maar 1, 2, 3. Maar voor de hele terras. Donderdag, het is 4 uur. Het is een nieuwe video van de Gierigast op je beeldscherm. Ik ben Niels. En ik ben Martijn. En wij worden natuurlijk overspoeld met alleen maar vragen van jullie voor de hashtag nieuwsgierig. En daar stond er wel één vraag wel belachelijk vaak tussen. Ja. Het is echt een kutvraag, maar de vraag luidt als volgt. Hoe is het om gul te zijn? Ja, dat vraag je natuurlijk echt totaal aan de verkeerde personen, joh. Dat moet je helemaal niet vragen. Maar helaas moeten wij toch die vragen van onze kijkers blijven beantwoorden. En dat gaan we vandaag doen ook. Hoe is het om gul te zijn? Wij gaan heel gul door het leven. En ik zal het spits afbijten. Nou, heel veel succes. Even kijken hoe leuk dit gaat worden. Ja, niet leuk dus. Oké, nou, ik heb dus een superleuk idee. Ik ga een klein productje kopen. Ik ga wachten tot er iemand met een volle car aankomt. En dan... ga ik zijn car voor hem afrekenen. Want ik heb zo'n idee dat dat is wat iemand zou doen als hij gul zou zijn. Ja, en als we dan toch gul bezig zijn, dan koop ik ook gelijk Niels' favoriete drankje. Hè? Dat is twee vliegen in één klap. Ik ben echt heel gul vandaag. Hier, deze er maar bij. Ik betaal wel. Ik betaal wel. Sorry? Ik heb geen bonuskaart. Nee, ik betaal wel. Nee, doe je zo. Nee, joh. Nee. Ik ben er nog gulle bui. Ik sta erop. Ach, deze is voor mij. Mag ik een bonuskaart van jullie? Nee, is niet nodig. Doe maar. En daar, ja. Wat ben je Sinterklaas? Ben je ik ben er een hele gulle bui. Nou ja, ik krijg er wel warm van. Dat hoeft niet, dat hoeft niet. Wil je de bon? Nee, wil nee ik de bon. Ik hoef de bon niet. Mag ik je dan? Ja, tuurlijk. Bedankt, jongen. Fijne kerstdagen nog. Ja, lief. Tuurlijk. Tot ziens. Ta-ta-ta! Hoe ging die? Ik voel me echt een heilige gewoon. Echt? Het voelt echt goed. Meek serieus. Zal ik je weer even uit die droom halen? Heilig ben je niet. Als ik zo meteen mijn bankrekening kijk, dan schrik ik waarschijnlijk. Maar ja, het voelt lekker. Omdat ik toch heel bezig was, dacht ik van waarom hou ik niet ook gelijk jouw favoriete drankje? Nee! Dat vind ik echt chill. Dat vind ik echt lief. Het is mijn favoriete drankje. Ik had er weer tegen gedaan. Ik zie het. Hey, chilling man. Hey, ik heb die dope nieuwe hip-hop. Dit is een Space Jam Rock Steady. Oké. En het is een dubbel album. De andere kant is 500 billion euro, baby. Dit zijn jouw albums, of dvd's? Ja, het is mijn nieuwe album, man. Hij is een goede prijs. Kijk, normaal is eentje 100 euro. Ja? Ik kan je 90% discount gunnen. En dat is maar het eentje, G. Oké, maar kan ik ze allemaal kopen? Allemaal? Ja. Wow, maar dat is dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 euro. 70? Mag ik, kan ik er 7 van 50 euro kopen? What? Ja? Deal! Deal? 7 van 50. Yeah. Ja, is het deal? Yeah, man. Toppie, toppie. Nou, hier, ja, het is allemaal geld. Bam. Groot handel. Groot handel, G. Toppie, jongen. Yeah. Succes, hè? Moet je naartoe? Huh? Sta op de tram te wachten. Nee, nee, op de bus. Moet ik je een lift geven? Zeg maar waar je naartoe moet. Ik breng je gratis. Heel ver? Ja, nee, maar ik kan ook naar het volgende station. Nou, dat maakt me niet uit. Ik breng je thuis. Vind je het leuk? Ja, dat is heel leuk. Normaal gesproken moet je niet bij vreemde mensen instappen. Ja, weet ik, maar ik ken jullie van YouTube. Dan is het goed, dan is het goed. Hé, hey, alsjeblieft, scheelt toch weer even wat geld, hè? Huh? Scheelt weer even wat geld. Ja. Oh, sorry. Wil je die? Hè? Wil je deze? Ja. Ja? Kijk eens. Nou, krijg je van mij. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Wil je nog iets van saus bij of zo? Nee, dat is goed zo. Ja? Ja. Oké, okay, nou geniet ervan. Alsjeblieft. Wil je deze maar bij? Ik betaal wel. Ik betaal wel. Nee, echt? Nee, niet doen. Nee, ik betaal wel. Nee, schat, ik betaal. Hier, sta erop. Ik neem zoveel in het leven, nu is het tijd om het terug te geven. Dankjewel. Alsjeblieft. Fijne dag, hè.
Ja, we hebben zin in. Sorry. Kijk eens. Nee, die is voor jou. Waarom? Gewoon. Die wilde je toch? Nee, ik wilde die bami. Die wilde die bami? Ja. Zeg dat dan. Wil je wat goeds doen voor iemand, dan doet hij het niet. Ben je zeker dat je deze niet wil? Nee, oké, dan eet ik deze wel. Okay. Dat is echt veel te gênant gehad. Dus ik probeer die bami voor hem te kopen. Allebei die muntjes pakken hem niet. Dus ik sta maar een half uur. Oh, dat ding te sjorren. Oké, okay, Niels zit op het terras. En als de ober komt, dan gaat hij vragen of hij een heel rondje voor het terras kan bestellen. Ik zou het wel chill vinden eigenlijk. Even kijken. Doe maar 1, 2, 3. Doe maar voor het hele terras een biertje. Wat te vieren. Wat zeg je? Nou ja, ja, soms moet je ook geven hè, in het leven. Zin maar neer. Cheers. Ik ben er ook maar weer niet aan hoor. Nee, zeker niet. Proost. Cheers. Hoftes. Zo, Martijn, dat was mijn dagje wel, hè? Ja, wel pijnlijk, maar aan de ene kant heb ik wel weer een super raar goed gevoel van binnen. Wat ik nog nooit heb gevoeld in mijn leven. Ja, jij vindt het lekker om 300 euro lichter te zijn nu? Ik vond het wel blij om mensen blij te maken. Ja, ja, het voelt wel eens anders. Maar, ben er vooral niet aan, want het gaat niet nog een keer gebeuren. We blijven lekker gierig. Alleen heb ik nog wel voor de trouwe kijkertjes iets heel leuks om weg te geven. We hebben dus 7 dvd's gekocht van de rapper Skate Money. Het is een dubbel album. Jij mag hem hebben. Geef alleen even in de comments aan hieronder waarom je hem zo graag wil hebben. Komt zo snel mogelijk jouw kant op. En er is ook één van mij, toch? Oh ja. We zijn gul. Ja, we zijn gul. Vind je nou een leuke video? Vergeet volgende week vooral dan niet ook te kijken, want dan is het nog een superleuke tof video van jullie. Ja, en abonneer ook gelijk even op het kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Doe die duimpjes ook even omhoog, hè, want die hebben we nodig. Of steek ze in je reet. Tot volgende week. Yo, we stay in focus. Hip hop, tick tock, man clock the dopest. Go to dreadlock it and Carly. Listen, but Marley, yo, we super hot. Hey, yo, Safari. Hey. Aight, dick ouwe.